Ik denk dat ik veel naar klassieke muziek luister. Hoe komt dat? Ja, ik weet niet. Het is gewoon sommige goede films zitten echt goede muziek onder. En sindsdien eigenlijk veel van die soundtracks of piano muziek gaan luisteren. Mm-hmm. Noem eens iets. Ludovico Einaudi Experience of Hans Zimmer. Dat is echt is perfect. Allebei wel, alleen na een uurtje of twee dan sta ik wel op de dansvloer. Ik weet echt niet. Wat heb ik opgeschreven? Je hebt toen gezegd, ik eet elke dag een zak chips. Oh ja, dat is wel echt zo. Is dat nog steeds zo? Ja, ja. Gisteravond toch. Gezellige jongen, denk ik. Sociaal vooral ook. En ik denk dat ik wel de sfeer soms een beetje kan maken. Maar ook wel snel boos. Ik geef veel training aan jeugdteams. Ik doe schaatsen, vind ik leuk. Nu ook met die ijsperiode was dat wel mooi. En ik was scheidsrechter voor de KNVB, maar nu niet meer. Daar ben ik nu mee gestopt. Ja, goede vraag eigenlijk. Volgens mij omdat toen ik op voetbal ging, werd mijn vader werd scheidsrechter om aan mij te fluiten. Toen uiteindelijk vroegen ze van, vind je het ook niet iets? En toen begonnen. En uiteindelijk werd dat heel snel leuk en ging het beter. Ook bij Ajax geweest en bij FC Utrecht om te fluiten. Dus dat was echt heel leuk. Als ik nu zo recentelijk even kijk, zeg ik Cristiano Ronaldo. Oké. Hier heb je opgeschreven mijn oma Carolien. Oh, oké. Dat kan ik nog wel. Weet je nog waarom je dat zei? Mijn opa is een paar jaar terug overleden. En mijn oma die zorgt altijd heel goed voor mijn opa. Was ze er heel veel tijd aan kwijt. En nu heeft ze eigenlijk heel veel tijd. En dat is voor haar gewoon heel ontspannen. En ze kijkt eigenlijk elke week ook naar de Eredivisie. En als het vooral vorig seizoen zat ze thuis op de bank. Het hardste schreeuw als het goed ging, zeg maar. Dus dat is wel grappig. Dan heb ik wel echt de bak naast mijn bed staan. Toevallig afgelopen vrijdagavond ook weer. Dat is niet best. Nee, gebeurt het elke weekend? Nee, niet elk weekend. Soms dan denk ik wel van, ik wil het niet, want ik vind het echt smerig. Maar soms dan gaat het iets te ver. Dan. Schelden en controles gooien of dingen slopen eigenlijk. Hoeveel geld ben je hier al kwijtgeraakt? Ja, ik denk dit jaar nog niet eens zo heel veel. Maar vorig jaar zijn er wel echt veel controles gesneuveld. Dus ik denk wel 8 tot 10 controles denk ik vorig seizoen. Dikke auto, sowieso, een Lamborghini of zo. En ik zou mijn team wel gelijk even een upgrade geven op FIFA. Maar verder ook gewoon met mijn familie een beetje delen, lekker uit eten gaan, mooie vakanties en een beetje reizen. Ik had gehoopt op Waai, het is nog steeds mogelijk, alleen we staan natuurlijk nu 17e. Maar ik denk dat Ajax wel een serieuze kans maakt daarnaast. Maar je weet het nooit, het kan raar lopen. Dus ook met Groningen die vorige week de periode won. Dus iedereen kan hem in principe winnen dit seizoen. Dus we gaan het zien. Maar de grootste favoriet is denk ik wel Ajax.